duurder. Maar ontzettend blij. Dit hadden we ook niet verwacht. Het was een nek aan nek race. Hè. Nieuw Eiland is echt tijdens de campagne echt onze grote concurrent geweest. En nou ja, als ik er naar kijk, denk ik, het is nog niet te geloven. Dit voelt heel goed. Ik wil ook alle kiezers van harte bedanken dat ze dat vertrouwen in ons gesteld hebben. En ja, ons campagneteam, we zijn al heel vroeg begonnen. Vorig jaar waren we al. En ja, wij hebben ons als eerste laten zien, overal in alle kernen. Van de PVD. Altijd de grootste partij geweest, halve, nou niet meer. Nee, laat ik beginnen met het feliciteren van Marjon van Kleijmen van het CDA en de oude deur van Nieuw Elan. Ze hebben een mooi resultaat opgedaan en dat feliciteer ik ze van harte. En ik ben blij dat wij nog zoveel, 4100 mensen hebben het vertrouwen uitgesproken in de VVD. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar niet meer de grootste. Je wilt graag de grootste zijn. Dat geeft de beste positie om je punten te realiseren. Dat hebben we niet gehaald, maar ik ben heel blij met zoveel steun uit de Alphense samenleving. En dan Patja van de PvdA. Toen we gisteren spraken, zei u nou bij 6 staak te juichen op de tafel. Bij 5, en dat zijn er 4 geworden. Nee, over 4 had ik niks gezegd, dat was verstandig. Maar het klopt wel, een beetje dat beeld. We wisten natuurlijk dat we een zware campagne zouden voeren. We hebben ook heel hard gewerkt deze campagne. Het was wel een prachtige campagne. En ik denk met 4, dat blijft altijd wat wensen over, maar het is een behoorlijk resultaat. Het is een beetje gestraft voor de landelijke tendensen waar de PvdA niet zo goed doet. Nou, gestraft, dat vind ik een groot woord, maar het is natuurlijk wel zo dat, zoals we gisteren ook al zeiden, het is sowieso een moeilijke tijd. We zitten landelijk in de regering. En de Partij van de Arbeid landelijk doet niet alleen maar dingen waar mensen heel gelukkig van worden. Ik denk wel dat het goed is, ik sta er ook achter. En ja, dat effect doet zich voor. En vanmorgen percentage zien weten we niet helemaal precies, hè. Maar 4 zetels is waarschijnlijk een tikje minder dan dat we nu staan. Maar vergeleken met het landelijke beeld denk ik nog steeds een heel behoorlijk resultaat. Gerard van As, u bent echt toch een beetje de grote man nog achter Nieuw Elan, hè? Nou ja, ik ben een van de, zeg maar, de oprichters van Nieuw Elan. We zijn in najaar 2009 met Nieuw Elan begonnen. En tevreden nu? Partij, tuurlijk, we zijn nu verdubbeld. En dat is op zich hartstikke goed. Want je moet natuurlijk rekening houden dat het CDA heeft nu terecht gewonnen. Hè? Daar kun je niet omheen. Dat ligt duidelijk. Maar die buitengemeente, daar hebben wij natuurlijk nauwelijks een basis. Er zijn geen lokale partijen in Rijnwoude bijvoorbeeld. Dus in al die gemeenten, die is de voormalige gemeente Koudekerk, Hazerswoude en Benthuizen, daar hebben wij niet of nauwelijks achterban. Dus eigenlijk heeft u in Alphen gewonnen? Ik denk dat wij in Alphen zeker gewonnen hebben. Maar goed, per saldo, vanwege de fusie, heeft het CDA gewonnen. Wij zijn nu tweede geworden, dik. En ik denk dat we het heel goed hebben gedaan.